In het auditorium van Tor Central ging de vierde Demerdag door. Uiteraard waren er verschillende sprekers, onder andere gedeputeerde voor Waterlopen Ludwig van den Hoven. Hij belichtte de plaats van de provincie in het masterplan van de Demervallei. Jan van Velk van de Vlaamse Milieumaatschappij gaf een overzicht van de werkzaamheden en veranderingen in de verschillende valleibekkens die het grote Demerbekken vormen. Dan zijn we aan de eerste realisatie begonnen. De eerste realisaties die eigenlijk meer op het educatieve en het recreatieve vlak waren. Omdat de echte hermeanderingen iets meer studiewerk vragen om er te geraken. Jeroen Jansen sprak over de evolutie van de waterkwaliteit en de biologische kwaliteit van vooral de Stiemer. Er is vooruitgang, maar we zijn er nog niet. Vooral de aanwezigheid van afval, komend van de rioleringsoverstorten die bij uitzonderlijk regenweer deze vervuiling in de Stiemerbeek brengen, baren grote zorgen. De voorbije 10 jaar denk ik dat we kunnen zeggen dat het fosforgehalte in de Demer ter hoogte van Roosheide uitkomen van 0,8. We zitten nu op ongeveer 0,25, 0,26. Dus we zijn al stevig gedaald. Dan kwam burgemeester Dries aan het woord. Wij zijn de groenste centrumstad in Vlaanderen. Daar ben ik bijzonder fier op. We zijn hier vandaag op Tor voor een studiedag rond water. Water in de Demervallei in Limburg. En Genk ligt voor een groot gedeelte in de Demervallei, zeker ook met onze Stiemerbeek. En u weet wel, die Stiemerbeek die vloeit eigenlijk van het oude mijnterrein van Waterschei, vandaag Tor, tot aan de Maten. Eigenlijk doorklieft het heel onze stad. En het is een mooie vallei waar u vandaag misschien wel eens in wandelt of in fietst. Maar eigenlijk zitten er ook heel wat uitdagingen aan die vallei. Want daar loopt heel ons rioleringswater naartoe via verschillende buizen en collectoren. En zo gaat dat rioleringswater naar het waterzuiveringsstation aan de Maten. En daar knelt eigenlijk het schoentje. Want er is heel veel regenwater dat naar die Stiemerbeekvallei komt en dan gaat een overstort in werking. En dat wil eigenlijk zeggen, als er heel veel regenwater komt, dat ook het vuile water van de toiletten, van de douches, eigenlijk mee in de natuur komt. En dat moeten we vermijden. En daarvoor willen we heel wat investeren naar de toekomst toe, zodat we ervoor kunnen zorgen dat we eigenlijk proper water hebben in de Stiemerbeekvallei en dat het vuile water via buizen naar het waterzuiveringsstation gaat. We gaan dat doen door op verschillende plaatsen de rivier, de Stiemerbeek, terug wat te laten meanderen, terug wat vrij te laten in de natuur in plaats van in die betonnen kuip waar het vandaag in vloeit. En langs de andere kant willen we die Stiemerbeekvallei ook gebruiken om te verbinden richting Seamine, richting Tor, richting het centrum en dat voor de fiets en de wandelaar. En zo ziet u dat onze ambitie is om op termijn van die Stiemerbeekvallei eigenlijk een stadspark te maken, zodat u langs het water kan wandelen vanaf het Tor, vanaf het Torpark tot in het centrum. En dat doet terwijl u geniet van mensen, maar bovenal ook van mooie natuur. Na de lunch was er een wandeling voorzien naar het brongebied van de Stiemer en gaf men informatie van onder andere het Schansbroekproject. Wij zijn van de Vlaamse Landmaatschappij. Ik ben Karel Stevens. Waarom staan we hier? Omdat, ja, hoe zal ik zeggen, voor ons begint het verhaal in 2008, wanneer we de opdracht krijgen van de Vlaamse regering om het project De Weijers een doorstart te laten vinden. Daarstraks in de voormiddag is er al even gesproken over het project De Weijers. Wat hebben wij gedaan? Heel kort gezegd, tussen 2008 en 2016 hebben wij heel veel studiewerk verricht, hebben wij heel veel participatie gedaan, hebben wij visies ontwikkeld voor heel het Weijergebied. Het Weijergebied is dus het volledige gebied waarvan Zonhoven helemaal centraal ligt en Genk helemaal in het oosten ligt. Nadien reed men met de bus doorheen de Stiemerbeekvallei, waar men op enkele plaatsen halt hield, zo ook aan de slagmolen.